Ik dacht op het eerste zicht inderdaad, drie heel uiteenlopende thema's, maar er gaat toch een beetje, niet echt overlap, maar er gaan wel wat raakpunten zijn. Het thuisloze huis, ik ga het niet echt over architectuur hebben eigenlijk. Ik ga het over wonen hebben en over het wonen als basisconditie en hoe dat wij vormgeven of niet vormgeven aan dat wonen. En mijn vertrekpunt, eerder filosofisch vertrekpunt, is dat wij in de conditie die we moderniteit noemen, er is al verwezen naar Heidegger en zijn analyse van de moderniteit. Wel, Heidegger is een van degenen die de moderniteit benoemt als een vervreemdende conditie. De ervaring van moderniteit is een ervaring van vervreemding. Die vervreemding, volgens deze analyse, is die aangezet vanaf het begin van de industriële revolutie ten laatste, dus dat is eind 18e, begin 19e eeuw. En dat zet zich eigenlijk door. En onze postmoderne conditie van vandaag is evengoed een conditie van zeer sterke vervreemding. In de zin van, de wereld om ons heen verandert zodanig snel dat we eigenlijk daar niet goed onze weg in vinden, weinig zekerheden hebben, dat er eigenlijk in de moderniteit een soort angst heerst, vrij algemeen van ja, wat brengt de toekomst. En Marshall Berman heeft dat in 1982, denk ik, zeer goed en zeer gebald geformuleerd door te zeggen, de moderniteit is een conditie die eigenlijk zeer ambivalent is, omdat langs de ene kant belooft ze ons heel sterk avontuur en groei en ontwikkeling. En daar halen we van alles uit. Emancipatie, dat is heel... dat spreekt aan, dat is heel aansprekelijk. Maar de moderniteit tegelijkertijd, en hij, voor hem was dan het beeld dat hij gebruikte om dat duidelijk te maken, is het beeld van Brooklyn, New York, waar hij woonde. De stad verandert ongelooflijk. Hij zag de stad onder zijn ogen veranderen als kleine jongen. En hij zei, ja, dat betekende wel dat heel mijn identiteit eigenlijk haar alvast verloor. We scheppen voor onszelf allerlei mogelijkheden, maar tegelijkertijd natuurlijk bedreigen we daardoor, en het zat in uw utopie ook, hè, laten we de oude gebouwen maar afbreken, bedreigen we daardoor alles waar we vandaan komen, wat we kennen, wat we hebben, maar eigenlijk ook wie we zijn. In de mate dat wie we zijn niet enkel te maken heeft met wie we willen zijn in de toekomst, maar ook waar we vandaan komen. En in die zin heb je eigenlijk heel wat filosofen die zo'n soort analyse maken. Heidegger, Bachelard, Adorno, Lyotard. Ze zeggen eigenlijk allemaal dat het wonen erop achteruit gaat. Dat wij nog wel een onderkomen hebben, maar dat het wonen als die grondgebonden, familiegebonden, religie- en traditiegebonden verankering, de domus, verwijst Lyotard naar, het oude Latijnse idee van toebehoren aan een familie, aan een landschap, verbondenheid met de aarde. Voor Heidegger is dat dan das Gevierd, de hemel, de aarde, de goddelijke en de sterveling. We moeten eigenlijk in ons wonen een verbondenheid daarmee hebben om echt van wonen in de volledige zin van het woord te kunnen spreken. En in de moderniteit wordt dat allemaal op de helling gezet. Dit soort oude verbondenheid wordt bijzonder zeldzaam. Nu, je kunt natuurlijk zeggen, oh ja, dat is niet zo erg. We krijgen daar van alles voor in de plaats. En er zijn effectief behoorlijk wat architecten en ook filosofen die denken, fantastisch. We maken de toekomst, en Bruno Taut was zo iemand vlak na de Eerste Wereldoorlog. We maken de toekomst, de stralende stad van de toekomst, een rechtvaardige samenleving van geëmancipeerde individuen, een nieuwe heimat. Dus de term heimat wordt bijvoorbeeld door Ernst Bloch wel degelijk gebruikt als een toekomstcategorie. Dus Ernst Bloch zegt, we mogen de term heimat, de term
de Duitse term die ook naar het thuis verwijst. We mogen die besmetting door de naties, we mogen ons daar niet door laten te zeer beïnvloeden. Ook de toekomst, ons toekomstbeeld moet zijn een heimat maken. En vandaar dat utopische, dat de utopie als ja, de goede plek van de toekomst, toch ook dat bevat het idee van mensen gaan zich thuis voelen in die toekomstige samenleving. Architecten hebben daar met heel veel plezier aan getekend en gedaan. Dus ik geef hier twee voorbeelden, maar er zijn er veel meer van in de 20e eeuw. En vooral dan de eerste helft van de 20e eeuw, tot en met de jaren 50 ongeveer, hebben architecten zich daar zeer sterk mee geïdentificeerd. Het verbeelden van een mogelijk toekomstige nieuwe wereld, waarbij ook het idee van netwerken trouwens erg aan de orde was. Ik kan dat argumenteren voor Le Corbusier, maar zeker ook voor Frank Lloyd Wright, Brodeker City. Dat is eigenlijk een soort netwerklandschap, een landschap gebaseerd op netwerken. Maar, en vandaar dat ik het een beetje lastig heb om mij volledig in te schrijven in deze serie, in de zin van wat is uw toekomstbeeld en vertel ons daar eens wat over. Maar er is aan het utopische denken toch wel zitten daar heel veel haken en ogen aan. En in de loop van de 20e eeuw zijn die haken en ogen eigenlijk wel duidelijk geworden voor wat betreft architectuur en stedenbouw. En ik denk dat het project van Constant, die overigens geen architect was, maar een schilder, Constant Nieuwenhuis, maar die wou architect zijn. Dat was een schilder, een avant-garde schilder, die ook verbonden was met de nieuwe internationaal situationisme. En die mensen in de jaren 50-60, die waren er eigenlijk van overtuigd dat zij met hun kunst mee de revolutie moesten bewerkstelligen. Dus dat het eigenlijk niet meer aanging van schilderijen te maken die door de bourgeoisie gekocht zouden worden. Dat ze daardoor veel te ouderwets bezig waren. Dat om echt vernieuwend te zijn, dat hun schilderkunstige productie eigenlijk zich moest inschrijven in een revolutionair project. En vandaar dat Constant eigenlijk wat jaloers was op architecten en stedenbouwkundigen die de werkelijkheid werkelijk konden de facto ontwerpen, die de toekomst konden maken. En hij schuift dus op in zijn schilderkunstige praktijk naar het ontwerpen van zo'n ruimtelijk toekomstbeeld. En dat is een echte netwerkverhaal dat hij eigenlijk voor ogen heeft. Hij noemt dat Nieuw Babylon. Niet toevallig de verwijzing naar het Bijbelse Babylon. Maar Nieuw Babylon, dit nieuwe Babylon, zal in de toekomst een soort versmelting van identiteiten mogelijk maken. Hij bedenkt zich eigenlijk de toekomst als een soort netwerk van allerlei, van eigenlijk grote structuren, megastructuren die zich op deze manier over het landschap uitspreiden en die plaats bieden aan de homo ludens. Dat is zijn centrale idee. De mens van de toekomst moet een homo ludens worden. In de jaren 60 vindt hij, is men vooral homo faber, maar het is de periode dat we naar de vijfdagenweek gaan en hij denkt van dat gaat zich verder zetten en binnen de kortste keren moeten we nog maar 1 of 2 dagen per week werken en dan kunnen we dus 5, 6 dagen kunnen we dan spelen. En dat spelen is enorm belangrijk, want de cultuur ontstaat tijdens het spelen. De cultuur ontstaat tijdens de speeltijd. Dat is ook zijn idee van dus kunst en cultuurproductie ontstaat eigenlijk op het moment dat mensen vrije tijd hebben. Dat ze niet zich moeten de hele tijd inzetten om de productie te verzekeren. Dus die homo ludens moet plaats en ruimte hebben. En hij stelt zich dan eigenlijk voor dat die mensen, al die vertegenwoordigers van de homo ludens, eigenlijk in die grote megastructuren zich telkens op heel feestelijke wijze gaan hun omgeving naar hun hand zetten. Dus je hebt een soort basis die zo'n grote structuur is en heeft dan bijvoorbeeld zo'n soort linksboven een staketsel gemaakt en dat is dan
als basis voor een zigeunerkamp. En mensen kunnen dan met panelen en doeken en tapijten afschermingen maken en daar met meubilair van alles doen. En hij stelt zich dus voor dat op dezelfde manier, en zo moet je je die megastructuren voorstellen die door dat landschap slingeren, dat mensen dus continu op avontuur gaan. Het is ook de tijd van de jaren 60, 70, de hippies. Het idee van het is fantastisch van alsmaar nieuwe mensen te leren kennen. En je moet jezelf eigenlijk ontplooien en ontwikkelen door te vertrekken. En de hele tijd op reis te zijn en de hele tijd te spelen. En daar heb je dan ook heel veel vreugde aan, zoals in dat schilderij daarboven, de Fiesta Gitana. Maar het heeft ook iets te maken, volgens hem, met bestaande stedelijkheid. Want één versie van, en hij heeft er heel veel gemaakt, van zijn kaartmateriaal gebruikt dan eigenlijk, en je ziet het hier niet heel goed, maar je zal me wel geloven als ik het vertel, gebruikt dan eigenlijk stadsplannetjes om die verbeelding vorm te geven van die toekomstige netwerkstad. Allemaal goed en wel. Dat project duurt 10, 15 jaar. Maar dan, naar het einde toe van het project, begint hij toch opnieuw te schilderen. Echt te schilderen. Want de Fiesta Gaetana van daarnet was zomaar eventjes een tussendoortje. En dan krijg je dit soort beelden. Ode à l'Odéon. L'Odéon was in Parijs in 1968 bij de opstand, de meiopstand in Parijs. Was dat een complex waar een of andere belangrijke confrontatie heeft plaatsgehad. Dus Ode à l'Odéon was de ode aan de opstandige studenten. Je ziet een soort labyrinthisch geheel. Zijn idee van New Babylon is dus echt van met trappen en staketsels waar allerlei dingen aan kunnen veranderen. Een soort groot labyrinthisch doolhof, maar waar je enorm op avontuur en exploratie kan uitgaan. Maar je begint hier al te zien dat een soort donkere toon toch begint daar in te kruipen. Of hier terrein vaak, moet je eigenlijk in het echt zien, in het gemeentemuseum in Den Haag, om het echt te appreciëren. Als je het in het echt ziet, dan merk je, en nu moet je mij ook maar geloven als ik het je vertel, dan merk je dat dat eigenlijk een heel gelaagd schilderij is. En dat daar bijvoorbeeld krantenpapier gebruikt is onder die lichtgele, wat transparante verf. En terrein vaak, volgens mij is dit hier, of ik interpreteer het in ieder geval als dat, is dit eigenlijk een soort schilderij waarin de boodschap komt van dat idee van we beginnen elke dag opnieuw aan ons leven. En de homo ludens doet dat, gaat elke dag opnieuw op avontuur, ontmoet nieuwe mensen, begint het leven overnieuw. Dat soort idee van de volstrekte vrijheid, de volstrekte openheid om iedereen en alles achter te laten en elke dag opnieuw fantastische avonturen mee te maken. Dat soort volstrekte vrijheid waarbij dat de geschiedenis eigenlijk vergeten wordt, kruisovergemaakt wordt, dat misschien toch niet echt utopisch is. Dat niet echt is wat er wat beantwoordt aan de diepste verlangens van de mens. Ik sluit het verhaal over constant af met een laatste schilderij, Entrée du Labyrinth. Geleidelijk aan worden de beelden van Constant gewelddadiger. Het blijft heel abstract, het blijft, je kan het op verschillende manieren interpreteren, maar het is lastig om hier niet een soort verwijzing naar bloed en geweld in te zien. Dus wat in mijn ogen in die schilderkunstige productie gebeurt in de loop van 10, 15 jaar, is een soort inzicht, groeiend inzicht van de utopie stuit eigenlijk op haar grenzen. En ik heb dat dan in de termen van Adorno benoemd als in dit werk van Constant komt heel duidelijk de antinomieën van de utopie naar voren.
De antinomieën van de utopie, wat betekent dat? Wel, Adorno legt er heel sterk de nadruk op, en hij doet dat ook in een dialoog met Blok onder andere, maar ook op andere plekken, legt er heel sterk de nadruk op dat je eigenlijk de utopie niet concreet kan verbeelden. Dat je dus niet een soort beeld kan maken van hoe zou de toekomst er kunnen uitzien. Want als je dat wel probeert te doen, als je dus die utopie probeert concreet gestalte te geven, gelijk constant geprobeerd heeft, dan doe je eigenlijk haar utopisch karakter geweld aan. In de zin van, dan blijkt heel duidelijk, als je dat begint door te denken en dat begint te analyseren, dat daar heel sterke totalitaire kantjes aan zijn. Bijvoorbeeld het verhaal van constant over de homo ludens. Hij heeft daar SS en SS over geschreven, enorm veel tekeningen gemaakt, die schilderijenproductie. Daar wordt op geen enkel moment aangegeven hoe bijvoorbeeld kinderen geboren worden en opgevoed worden. Dat is precies een non-entiteit in het universum van Constant. Dus ik heb ooit over het New Babylon geschreven in de zin van, in New Babylon kan je niet wonen. Je kan niet wonen. Je kan je leven elke dag opnieuw beginnen, maar je kan niet wonen. Dus in die zin is dat een soort utopie die op dat moment, jaren 60, door vele mensen, denk ik, zeker door vele jonge mensen, mee ondersteund werd, waar heel veel enthousiasme rond was, dat idee van de volstrekte vrijheid, maar wat eigenlijk, als je het begint te analyseren, echt wel op zijn grenzen stuit. Dus die totalitaire aspecten zijn ook inherent aan een concrete uitwerking van de utopie. Dus hier kan je je ook niet voorstellen hoe dat die megastructuren ooit tot stand moeten komen zonder een of andere zeer dictatoriale regime. En dat inzicht, je kan denk ik echt wel stellen dat het modernisme in architectuur heel veel utopieën heeft voortgebracht. Maar op het einde van, daar is een historische ontwikkelingsgang. En in de jaren 70 zie je, misschien al in de jaren 60, maar ik denk dat dit project, het Exodus-project van OME, Office of Metropolitan Architecture. Dit is het punt waarop het echt gedaan is met de utopische ontwerpen in de architectuur. Dit is het punt waar de utopie, waar getoond wordt hoe utopie dystopie wordt. En dan loopt het eigenlijk echt door elkaar. Het zou mij waarschijnlijk te ver voeren om dit project helemaal uit te leggen, maar het is eigenlijk een soort vertaling van West-Berlijn, waar een muur rond stond. West-Berlijn was eigenlijk een enclave in het geheel van Berlijn, een enclave in Oost-Duitsland. Het is de vertaling van dat eilandje West-Berlijn naar Londen, waar dat het project zich een soort situatie indenkt van je trekt twee muren door Londen, je maakt die zone een zone van architectuur en je probeert mensen te verleiden om in die zone te komen wonen. Het is een soort architecturale oorlog tegen Londen eigenlijk, maar heel het verhaal is een soort parabel over de verleidingskracht van de architectuur en dat mensen dan, de ondertitel is The Voluntary Prisoners of Architecture, vrijwillige gevangenen van architectuur. Het is een soort parabel die enerzijds die verleidingskracht toont, becommentarieert, maar anderzijds ook heel sterk bekritiseert als een gevangenis eigenlijk. Dus een project met heel veel lagen, dat denk ik ook, en dan kom ik terug bij dat wonen en dat huis en dat thuis, dat denk ik ook aangeeft hoe dat in architectuur, in het wonen, hoe dat daarin, wat hier Anthony Widler de uncanny noemt, maar in het de verwijzing is natuurlijk naar het onheimliche, hoe dat we daar eigenlijk niet buiten kunnen. En dat ook dat utopische denken daar op grenzen stoot. Dat we het wonen ons eigenlijk niet kunnen voorstellen op een utopische manier. Ik denk dat we dat niet kunnen. En waarom kunnen we dat niet? Omdat, en dat is dan een analyse van Sigmund Freud,
Omdat in het huis, in het thuis, in het wonen, zit ook geweld in. Dat is over het algemeen iets dat we ons niet voorstellen natuurlijk. Het thuis, de heimat, dat heeft zoiets heel idyllisch in ons beeld. Dat staat voor familie, dat staat voor moederliefde, dat staat voor zorg, dat staat voor verbondenheid. Dat is allemaal wel waar. Maar het huis staat natuurlijk ook voor incest, voor onderdrukking. Dat is ook een realiteit van het huis. En dat in onze belevingswereld hoort dat daar niet bij, maar dat is wat Freud zegt, het toenheimliche. Waarom zijn wij zo aangetrokken tot het toenheimliche? Of allez, waarom maken we daar films over? Waarom zijn daar zoveel gothic novels en horrorfilms en allerlei andere dingen? Waarom fascineert dat zo? En voor hem is het onheimliche het moment waarop het huis eigenlijk zijn geheime prijs geeft. Dus hij analyseert dat etymologisch. Het heim heeft te maken met huis, heem in het Nederlands, maar ook met geheim. En het onheimliche is eigenlijk dat moment waarop dat geheim dat eigenlijk in het huis zit. En denk dan aan Oedipus bijvoorbeeld, dat eigenlijk naar boven komt. Dus dat wonen zich toont als niet ideaal, niet harmonisch, niet gebaseerd op alleen maar positieve kwaliteiten. En omdat ik toch heel sterk het aanvoelen heb dat het huis en het wonen en het thuis altijd hiermee te maken heeft, denk ik ook dat naar de toekomst toe het huis eigenlijk niet gedacht kan worden, het wonen niet gedacht kan worden op een utopische manier. En ik denk dus dat, wat jullie misschien verwacht hadden, van hier beelden te krijgen van dit is het nu. Ik moet daar het antwoord schuldig blijven. Maar ik wil eindigen met nog één bijkomende reflectie, maar daar heb ik niet lang genoeg over nagedacht, dus ik gooi dat in de groep als een soort interessante hypothese. Er is ook een hoop feministische literatuur, er zijn feministische utopieën. Maar gek genoeg, verder zijn niet zo heel veel vrouwelijke architecten, maar toch een aantal, maar die vrouwelijke architecten wagen zich bij mijn weten zelden of nooit aan utopieën. Schrijvers dus wel. Feministische auteurs en feministische literaire werken heb je wel. Behoorlijk veel zelfs. En voor mij zou dat mogelijkerwijs iets te maken kunnen hebben. Als je daar ziet, ik heb er een aantal van, ken ik redelijk goed. Feministische auteurs concentreren zich, als ze utopisch beginnen te denken, op de vraag naar tijd. En de vraag naar de opeenvolging van generaties. En hoe voeden we kinderen op in bijvoorbeeld, op een bijvoorbeeld niet-seksistische manier? Dat zijn zo heel centrale vraagstellingen in die feministische utopieën. Die houden zich zelden of nooit bezig met hoe dat dan ruimtelijk in elkaar zit. Terwijl, dat zie je al bij Thomas Morus, maar dus die architecten Frank Lloyd Wright en Bruno Taut en Le Corbusier enzovoort, die hebben allemaal ruimtelijke beelden, maar over het tijdsaspect denken die veel, veel minder na. Dus is dat de reden waarom ik in de architectuur heel weinig feministische utopieën terugvind? Het zou kunnen. Degene die je vindt zijn bijvoorbeeld zoiets, Everyday Utopias, dat gaat over hoe dat de utopie misschien kan, of een kern van utopie kan gevonden worden in alledaagse ruimtes. Maar daar krijg je dan dus niet het soort totaalbeeld van kijk, zo moeten we de maatschappij organiseren om bij een ideale toestand uit te komen. Maar krijg je echt meer een soort van nadenken over embryonale aanzetten tot wat mogelijk zich zou kunnen uitbreiden als utopische realiteit. Ik gooi het op tafel als een soort hypothese. Ik vond het merkwaardig om dat vast te stellen, want ik ben op zoek gegaan achter die vrouwelijke utopieën. Maar ze zijn dus van een hele andere orde dan de utopieën waarvan de auteurs mannen zijn. Dus mijn vraag is ook van,
ja, hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we daarmee om? En hoe kunnen wij als ook mezelf identificerende als feminist, hoe kunnen wij als vrouwen ook dat wonen en de toekomst van het wonen denken zonder dat geweld en die oppressie? Kan je dat? Dat is heel moeilijk. Daarmee zal ik het houden. Dank je wel.